Dit is de livery van Haas voor het nieuwe Formule 1 seizoen. Het Formule 1-team van Haas heeft zojuist de livery voor de VF23 gelanceerd, de wagen voor het seizoen van 2023. En Haas heeft in MoneyGram een nieuwe hoofdsponsor gevonden en dat is duidelijk terug te zien in het kleurenpatroon. Waar de VF23 vanaf de voorzijde veel weg heeft van zijn voorganger met de witte neus met rode tinten, heeft de nieuwe Haas vanaf de zijkant een totaal nieuwe uitstraling. Het zwart uit het logo van MoneyGram komt uitgebreid aan bod. Het bodywork aan de zijkanten is volledig zwart en wordt afgestopt met de teamnaam. En de namen van de sponsoren in het wit, zoals het kledingmerk Palm Angels. Nou, ik ben heel benieuwd, wat vind jij van de nieuwe livery van Haas? Laat het weten in de comments hieronder.